is er welkom bij een nieuwe technologie. Ik ben vandaag met twee gasten, met Wario en met Waluigi. Achter de man staat de camera. Die gaat ons nu vertellen wat het verhaal is. Dit verhaal gaat over dodenherdenking. Een man had twee vrouwen herdenkt toen ze om dodenherdenking gestorven waren. Wat was er gebeurd? Was er in de wereldoorlog? Ja! Zo, die is moeilijk. Gingen ze op elkaar schieten? Ja! Op elkaar schieten? Nee. Dat was niet zo. Schieten elkaar doden, denk ik, hè? Ja, dat was waar. Gingen ze elkaar neerschieten? Ja! Dat was toch ook zo? Ja, weet ik. Ja, dat is waar. Toch? Ja, dat is waar. Ja, dat klopt ook. Hoe moeilijk. Was er een begrafenis? Ja! Zo, dat was even moeilijk. Ja, weet ik wel. Ging dus elkaar herdenken? Ja! Daar hadden we het toch al over? Ja, hadden we over. Was het door de kerk? Ja! Zo. Zo, die is moeilijk. Gingen ze toen doden herdenken en... doden herdenken? En toen hebben ze toen... Hebben ze bloemen ingelegd? Ja! Zo. Af en toe is het even moeilijk. Ah, ik weet hem al. Nu weet ik hem. Ze gingen een paar bloemen gingen ze op de kist gingen ze leggen. Ik ben een beetje moe, maar. Ze gingen ze bloemen op de kist leggen. En toen gingen ze herdenken. Toen waren ze 1 minuut stil. En toen. Was ze dodenherdenking. Ze ging een bloem op de kist gooien. Of ze naast de kist gooien. Omdat ze 1 minuut stil hadden gehouden, moesten ze dodenherdenking. Gefeliciteerd, raadsel opgelost.